Het is een bijzonder moment om twee redenen. Vanavond openen we onze nieuwe stek, het kabinet. En we geven ook het startschot voor de nieuwe sociale artistieke visie 2 platform K. Twee serieuze redenen om te feesten, dat belooft voor deze avond. Lieve Michael Jackson, al je fans houden van jou. Ook die mensen daar in Amerika en heel de wereld. Ik begrijp jouw reactie heel goed. Maar je hebt ook je beste vriend, en dat is Steven Wonder en Thomas in Belgium. Ah ja, maar dat is grappig, hè? Ja, ja Michael, ik ben je grootste fan. Jullie hebben hier 4 dagen gezeten? Ja. 4 volle dagen. Ja, 4 volle dagen. Maandag voormiddag. 10 uur. 10 uur 10 tot nu. Okay. En hoe was het? Saai. Vooral kut, het was saai. Nee, het was leuk, hè? Ja. Het was heerlijk. Ja, het was eigenlijk echt. Ja, het was een keer leuk, net waar. Ja. Om mensen te werken die normaal zijn. Ja. Nee, en mensen met een handicap. En omdat zo, ja, ik weet niet, dat ze zo een rare wissel werken. Mm-hmm. Ja, dat is wel leuk, dat is iets nieuws, dat is tof. Voor mij persoonlijk, voor mij ligt vooral de nadruk op wat we samen gedaan hebben, die dagen. En het resultaat nu, ja, in 4 dagen kun je geen meesterwerk ineen flansen, maar ik denk wel dat we iets in elkaar gestoken hebben, dat wel tof is. Ja. Hij bleef maar draaien, dus wat moest ik gaan doen? Moest ik dat beestje naar zijn lot overlaten en mijn cirkeltjes laten blijven zoeken naar zijn voortplantingsplaats dat hij niet ging vinden? En laten verhongeren en laten doodgaan van de droogte? Ik heb mijn voet erop gezet. Zo. Ja! Split. Is Thomas er nog? Ja, maar wat denk Thomas. Non. Voilà. High five. Wij zijn eigenlijk de 3 tofste. Ja? En waarom? Maar dat zie je toch. En hoe hebben jullie het gehad de afgelopen 4 dagen? Zeer goed. Vermoeiend. Ja. Maar deugdend. Ja. Jij ook, Thomas? Was het leuk? Ja.